vinden. En hoe hard rijdt die Comesso? Moet je kijken hoe hard die Franse kampioen tijdrijden zijn best moet doen om dat gaatje dicht te krijgen. Ja, ik Comesso had wel eens, is van een andere planeet deze dag. Maar Fletcher, die geeft nooit op. Chavanel en Comesso met z'n tweeën. Comesso was ooit kampioen van Italië op de weg. Chavanel is de regerend kampioen tijdrijden. Die mannen hebben elkaar gevonden. Maar je ziet ook hoe kapot gerezen zijn. Hé, hey, en daar komt Arvidsson. Die heeft Wening gelost. Dat is wat. Het moet er kort achter zitten. Dat kan niet anders. Het lijkt me dat Wening te goed rijdt om dit gewoon zomaar te laten gebeuren. Kijk, we gaan achterom kijken en we zien het gezicht van Graaps en Portal. Dat zullen de drie daar niet leuk vinden, want Graaps, erkende hardrijder, gaat gewoon weer in het wiel zitten lachen. Bettolini wordt opgeslokt door het peloton. Die heeft dus veel verloren. Ja, dat gaan ze even vol in beeld brengen. Doet u maar, hè, hè. Cameraman had het iets te laat door. Vooral de regisseur, denk ik. Pereiro is aan het gas geven voor zijn klassement. Kijk niet naar de anderen, zo te zien. Hij kijkt naar niks. Het interesseert hem geen barst. En Guerini, kijk hoeveel moeite die heeft om over. Ja, maar die rijdt niet meer volle bak. Die rijdt niet meer volle bak. Ze weten dat ze niet meer kunnen verliezen. Inmiddels is bekendgemaakt dat de heer Kassar hier uit de kopgroep morgen met de rode rugnummers de tijdrit mag rijden. Want hij wordt gekozen als meest strijdlustige. Ja, kies er maar één van deze vier. Nou, Kassar heeft een enorm aandeel gehad in het tot stand komen van deze kopgroep. Ja, dat heeft Pereiro ook. En vooral tot het in stand houden van de kopgroep, Pereiro. Maar goed, wij zijn geen juryleden. We zijn slechts de mededelers van dit bericht. 2,5 kilometer. Het draait nog als een treintje. Gaan er nog renners ontsnappen in de laatste kilometers? Renners die niet vertrouwen op hun sprint. Ze wachten zo lang mogelijk, want het is de derde week van de Tour en ze hebben om elke centimeter voorsprong moeten vechten. Ze hebben de hele dag moeten tijdrijden. Dus de benen die zullen echt een explosie van 2,5 kilometer, dat is nog een heel eind hoor. Om de tegenstanders van het lijf te houden. Peloton rijdt op 5 minuten 18. Dat betekent dat Pereiro werkelijk een goede kans maakt om in die top 10 binnen te komen. Daar zal Moreau niet blij mee zijn. En Pellizzotti verzaakt nu. De man van Liquigas in het laatste wiel neemt niet meer over. Het zou erop kunnen duiden dat hij nog van plan is om weg te springen. Kies nu het wiel van Guerini. Nu valt het toch wel een beetje stil hier vooraan. En dat is ook logisch. Pereiro, Kassar, Guerini, Pellizzotti. Ja, zolang Pereiro op kop rijdt, gaat het tempo lekker hoog en is aanvallen lastig. Of je moet een aanloopje nemen en de boel verrassen. Pereiro waarschuwt zijn medevluchters. Hij wil dat ze draaien. En dat doen ze niet meer. Ze komen niet meer op kop. En nu is het loeren begonnen. Wie kan er nog wegrijden? Wie kan er naar zo'n koers als vandaag nog? Daar gaat Guerini. Guerini gaat geslepen fors en niemand reageert. Nou zeg. Guerini. De man die won op Alpe d'Huez viel toen in de finale doordat een toeschouwer een foto wilde maken. Hij werd toen de held van Italië, omdat hij toch de etappe won. Wat een verrassing hier. En geen enkele renner die de benen heeft om te reageren. Pereiro kan het eigenlijk niet eens geloven. En Guerini is weg. Gaat hier voor het volgende succes zorgen voor T-Mobile. Vinokourov won al een ritje. En deze gaan ze niet meer pakken hoor. De geslepen vos, de oude Guerini, wint in de herfst van zijn carrière nog eens een toeretappe. Kun jij begrijpen dat twee van ploegen, die ploegen Liquigas,
En Francis de Jeu dat hij niet meer ook maar één, de minste reactie geeft. Ja, dit is gedaan. Ja, de manier waarop. Geweldig. Grote klasse. Giuseppe Guerini. Kijk hem schokken. Ja, dit is hem gegund. Maar juist Pelizzotti en juist Cazard moeten toch weten dat zoiets kan gebeuren. En dan moet je toch iets van een reactie vertonen. Oh, je ziet hem als het ware genieten. En nog wat ongeloof ook op zijn gezicht. Maar het gaat toch echt gebeuren. Hij gaat hier winnen. In Le Puy-en-Velay. Het is ook de laatste kans. Want morgen is de tijdrit. En dat een knecht, notabene de nummer 23 van het algemeen klassement, ook nog eens voor eigen kansen mag rijden. Daar had hij toch geen rekening mee gehouden. Maar hier is die overwinning een feit. En het is hem van harte gegund. Hij heeft het afgedwongen, heeft goed zijn werk gedaan. Heeft niet verzaakt. En was niet alleen de sterkste, was vooral de slimste. En dan mag Cazard voor de troostprijs vandaag tweede worden. Pelizzotti derde. Perero vierde. Hij zal kijken naar het klassement. En dan is het wachten.